Welkom bij Vrijmeerbeurs nummer 2 van vrijdag 9 oktober 2020. En in deze video gaan we weer, net zoals bij alle andere video's van Vrijmeerbeurs, er is er pas eentje hier van tevoren geweest, maar oké. We gaan gewoon telkens kijken naar het belangrijkste of het meest opvallende nieuws van de afgelopen week. En we gaan ook een beetje proberen vooruit te kijken van wat kunnen we volgende week verwachten. Dit doen we in maximaal ongeveer 10 minuten, zodat je snel op de hoogte bent. Dus laten we weer snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van de passiefinkomen.nl. We gaan eigenlijk beginnen met dit nieuwsbericht wat eigenlijk doorgaat waar de vorige week zijn geëindigd. Toen was bekend dat Trump naar het ziekenhuis moet omdat hij positief werd getest op corona. Nou, begin deze week kwam hij juist weer uit het ziekenhuis. We zagen vorige week dat daar de beurzen natuurlijk negatief op reageerden. Terwijl nu hij weer uit het ziekenhuis kwam, juist de beurs weer positief reageerde. Je ziet dus wel hoe afhankelijk de beurs is van één persoon in deze wereld. En vooral wat hij doet en wat hij roept. En ook om wat hij tweet, want op dinsdag kwam er een bericht naar buiten, een tweet van hem. Dat hij eigenlijk de samenwerking of het overleg met de democraten rondom economische steunpakketten wilde stopzetten. Of ging stopzetten. Hij zegt dan natuurlijk weer, ik heb corona gehad, ik heb het ervaren, het valt allemaal wel mee, niet zo heel goed. En daar reageerde de beurs juist weer negatief op. Ik had heel veel aandelen dat je echt op hetzelfde moment zag dat ze in één keer 4% ervan afging. Stonden ze eerst nog in de plus, binnen 10 minuten stonden ze in één keer een paar procent in de min. Dus het is heel belangrijk om in ieder geval Trump en eigenlijk heel de verkiezingen van Amerika wel in de gaten te houden. Je merkt gewoon dat het heel veel impact heeft op de beurs. Ik ga er binnenkort trouwens ook nog een video over maken van wat nou als Trump wint of wat als Biden wint. Welke impact zou dat kunnen hebben op de beurs? Maar die video volgt dus binnenkort. Dan was er het nieuws dat techbedrijven steeds machtiger worden, misschien wel te machtig. Ik heb dat al vaker aangehaald in video's. Als je gaat kijken naar de S&P 500 en je pakt daar de FANG-aandelen, de Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google, die waren ongeveer goed voor zo'n 25% van de totale waarde van de S&P. Dus dat is een index met 500 bedrijven. Maar deze 5 bedrijven hebben al een kwart van de totale beurswaarde in handen. Zoveel zijn ze gewoon waard. En ze zijn dus gewoon heel erg machtig wat betreft beurswaarde. Maar ook ja, macht buiten de beurs wordt steeds groter. Je kunt vaak niet meer om deze bedrijven heen. Ze worden ook steeds groter omdat ze gebruik maken of misschien wel misbruik maken van hun positie. En dat is juist ook waar de Amerikaanse overheid weer naar wil gaan kijken. Eerder hebben ze dat al gedaan bij Chinese bedrijven, maar gaan nu ook naar hun eigen bedrijven kijken. Want als we dat nu niet inperken, is hun idee, dan is het over een paar jaar te laat. Dan zijn bedrijven te groot en eigenlijk machtiger dan ja, heel veel dingen. Kan de regering er gewoon bijna niet meer omheen. Dat gaat natuurlijk ook weer impact hebben op bedrijven. Op dit moment valt het nog wel mee op de beurs. Zelfs op dagen dat aangewerkt gekondigd dat Facebook werd aangepakt, stond het aandeel niet per se in de min, in ieder geval niet de hele dag. En ook hier gaan de verkiezingen impact op hebben, want afhankelijk van wie er gaat winnen, zal dat de mate bepalen waarin deze bedrijven worden aangepakt. Ik geloof dat Trump iets minder streng is, en dat juist Biden iets strenger is, is mijn idee. Juist ook dat Trump alles America first wil doen, dus liefste Amerikaanse bedrijven voortrekt. Maar al zal er wel iets aan gedaan moeten worden. Alleen voordat bekend is wat ze moeten doen en voordat ze dat eens uit kunnen gaan voeren, zijn we denk ik alweer een heel poosje verder en zijn deze bedrijven misschien nog wel machtiger geworden. Want ze zijn natuurlijk dit jaar de techbedrijven op de beurs gewoon ja, zoveel keer meer waard geworden. Het zijn juist de profiteurs van deze crisis. Dat zien we eigenlijk ook terugkomen in het nieuwsbericht dat rijken wederom rijker zijn geworden. In Nederland zijn de miljardairs tot dit jaar zo'n 9 miljard op vooruit gegaan. Wereldwijd zijn er 2000 miljardairs en die hebben totaal 1800 miljard extra. En het vermogen van deze mensen zit dan vaak vast in aandelen. Aandelen in hun eigen bedrijf, in andere bedrijven. En natuurlijk, eerst hebben we een dip gehad in het begin van het jaar. Nu gaan aandelen, juist die tech-aandelen, heel erg goed. En kun je dus heel erg veel geld verdienen. Dat zien we eigenlijk ook weer terugkomen van dat wederom rijken rijker worden. Dat horen we elk jaar. Mensen vinden dat altijd raar, maar eigenlijk is dat helemaal niet raar. Zijn zij niet afhankelijk van één inkomen? Ze hebben meerdere inkomens. Ze hebben uit eigen werk, uit investeringen, uit aandelen. Of uit vastgoed bijvoorbeeld. En als het dan in één punt misgaat, dan hebben ze misschien wel geld over van de andere punten. En juist van die andere inkomstenbronnen kunnen ze dat geld gebruiken om misschien wel aandelen te kopen en juist te profiteren van zo'n dip op de beurs begin dit jaar. En behalve dat er mensen heel veel geld verdienen, zijn er ook mensen die heel veel geld willen uitgeven. Hier in Nederland heet die persoon Jesse Klaver, want het is al een beetje uitgelekt, het verkiezingsprogramma voor het volgende jaar. Maar in één van die plannen daarin is om eigenlijk iedereen die 18 wordt in Nederland 10.000 euro startkapitaal te geven, zoals Jesse Klaver dat noemt.
Hij denkt natuurlijk, wat werkt er beter om mensen of stemmers richting mijn kant op te krijgen dan geld uit te delen. Volgens mij hebben we allemaal nog 1000 euro te goed van Mark Rutte. Nou, Jesse Klaver gaat er overeen met 10.000 euro die hij wil geven. Wel aan al de mensen die 18 jaar waren op dat moment. Dit gaat waarschijnlijk zo'n 2,2 miljard per jaar kosten. En zou opgehoest moeten worden door extra belastingen voor de rijken. Dus de mensen met een vermogen van hoger dan 1 miljoen, die moeten 1% extra belasting betalen. Mensen met 2 miljoen 2% extra. Gelukkig houdt het daarop, want je zou denken, ze gaan door tot je weet hoeveel procent extra belasting moet betalen. Dat is in ieder geval niet het geval. En hij noemt het al een startkapitaal. 10.000 euro die mensen kunnen gebruiken voor hun studie, omscholing, om een eigen bedrijf op te richten. En op zich, dat idee is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Ik denk juist dat het goed zou zijn als mensen geld kunnen doen juist voor studie of om een bedrijf te starten. Ik denk alleen dat het idee goed is, alleen de uitvoering niet gaat werken. En dat denk ik niet alleen, dat denken jullie ook. Want ik heb dit bericht natuurlijk gedeeld op mijn Instagram. Ik zal hem hier even plaatsen. En daar vond eigenlijk niemand het echt een goed idee. Heel veel mensen zeiden ook van ja, het is heel erg makkelijk om je hand open te houden dat je geld krijgt, maar dat moet niet de situatie zijn. Laat gewoon werken voor je geld. En bijna iedereen was het er wel over eens dat als je iemand van 18 jaar 10.000 euro geeft, dat de kans dat hij dat nuttig of slim gaat besteden heel erg klein is. De kans dat hij het op gaat drinken, dat het in de kroeg besteed wordt, is groter dan dat je er iets mee gaat doen voor zijn studie. Dus om die reden alleen al zeggen heel veel mensen, nou, lijkt me niet zo'n goed plan, want als je mij 10.000 euro had gegeven op het moment dat ik 18 was, dan had ik op mijn 19 er dan niks meer van over gehad. Dus ik ben erg benieuwd wat er met dit plan gaat gebeuren, of het stand houdt, of het volgend jaar ook echt in het verkiezingsprogramma komt te staan. En ik ben natuurlijk ook hier nog benieuwd naar jullie meningen, dus laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Gaan we nou door naar het laatste stukje, waarin we eigenlijk niet het nieuws van de afgelopen week gaan kijken, maar juist van de volgende week. Wat kunnen we volgende week verwachten? Aangezien een paar weken geleden het kwartaal is afgerond, krijg je nu vanaf ongeveer halverwege de maand de eerste bedrijven die met kwartaalcijfers komen. We hadden natuurlijk al wel bedrijven die afzetcijfers of ja, leveringen, zoals bij Tesla hebben we gezien. Maar dat zijn dus aantallen en dat zijn niet per se financiële cijfers. En die zien we nu wel volgende week wel komen. Bijvoorbeeld TomTom of ASML zijn bedrijven die daarmee komen. Dus hou vooral dat soort bedrijven goed in de gaten. Sommige bedrijven kunnen best wel impact hebben op de beurs. Vaak zijn banken degene die in Amerika als eerste komen. En als banken meer buffers aanhouden, wil dat eigenlijk zeggen dat het slecht gaat met de bedrijven. Dus hou dat goed in de gaten. En er komen ook gewoon veel cijfers van de afgelopen maand of van de afgelopen kwartaal vanuit overheden. Denk hierbij aan het inflatie, werkeloosheid, consumptie, dat soort dingen. Niet per se dat het altijd een grote impact meteen heeft. Maar je kunt er wel een beetje iets uit afleiden. Kijken wat de economie doet. Kijken of je daar bepaalde verwachtingen had en of die daarvan afwijkt. En dat heeft natuurlijk wel weer impact op de beurs. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En je helpt het YouTube-kanaal. En wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hier onder de video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.